Ton Nooyhuis, je bent conservator van het Molenmuseum in Kalk aan de Zaan. Maar je hebt ook een prachtige zwarte koffer tevoorschijn gehaald. En wat is daarmee? Nou, hier zit dus de maquette in van het jonge schaap. Het jonge schaap zoals we dat beogen na te bouwen. Die maquette die is dus gemaakt eigenlijk om mensen dus een idee te geven van zo gaat dus de situatie worden. Zo wordt ook dus de molen in zijn uiterlijkheid. Die koffer die heeft dus een soort ambassadeursrol gespeeld om de molen dus van de grond te krijgen. Het is dus zo dat natuurlijk zo'n molenbouw, daar heeft niemand nog een idee van hoe gaat dat worden, waar komt die te staan enzovoorts. Dus we zijn met deze koffer dus langs diverse instanties gegaan. Ik ben met deze koffer ook een boottochtje gaan maken met een gedeputeerde van Noord-Holland. Inmiddels al geen gedeputeerde meer, maar burgemeester geworden. We zijn ook met deze koffer zelfs, en daar heeft de burgemeester van Zaanstad ons in vergezeld, naar het provinciehuis gegaan in Haarlem. Daar hebben we dus ons praatje gehouden. Daar heeft deze koffer dus een soort versteviging van onze wensen en eisen gegeven. Want de provincie van Zaanstad is gelukkig inmiddels een groot subsidiegever geworden. Nogmaals, die koffer die heeft erg veel betekenis gehad in de totstandkoming. En wat komt er dan tot stand? Er komt tot stand een houtzagmolen, een bovenkruier houtzagmolen, die dus gebouwd was in 1630, maar die gesloopt is in 1942. En wat komt er nog verder tot stand met deze molen? Een nieuw type molen die we dus niet meer hebben in de Zaanstreek. We hadden dus vroeger bovenkruiers en we hadden vroeger paltrokmolens. We hebben nu nog twee paltrokmolens over, maar we hadden helaas geen bovenkruier houtzagmolen meer over. En die komt dus straks weer terug. Die komt dus te staan aan de oever van de Zaan tussen molen de Zoeker en de Os. En het wordt een plek waar hij dus komt te staan die een historische achtergrond heeft. Want daar heeft hem al een starre vriend gestaan die omstreeks, ik kan niet uit je mis zijn, maar omstreeks 1795, 96 gesloopt is. En vanaf die tijd ligt eigenlijk dat erf is eigenlijk blank, onbewaard. Maar op de plek was geen land meer. Nee, kijk, dat was natuurlijk zo dat dus door de hele toestand in de Zaan, door de scheepvaart, is dat stuk land gaan afkalven in de loop der jaren. Nou, dus dat was dus wat er dus nog restte van dat stukje molenerf. Dat was te kort, te klein, om daar dus het hele complex erop terug te bouwen. Dus wat is er gebeurd? Wij hebben dus toestemming gekregen van alle instanties, natuurlijk van de Hoogheemraadschap, om dus een stuk land, stuk Zaanwater te mogen dempen. Samenwerking met uitwerkende uitwaterende sluizen en de gemeente Zaanstad hebben we een stuk van de Zaan gekregen. Dat zijn we aan het dempen. Daar hebben we een kleidijk gelegd, dat hebben we opgevuld met zand. Dat is plusminus 1500 vierkante meter. En daar wordt de molen gecreëerd, want de houtzaagmolen hoort aan het water te staan. Want de stammen die horen uit het water vandaan op de helling van de molen naar binnen gehezen te worden en daarna gezaagd te worden. Bestaat er dan een tekening van die oude molen? De tekening die wij hebben, dat is de originele tekening. Die is opgemeten door Sipman met de bedoeling om hem te herbouwen.
Dus de originele situering die is er van. En die is ook gehanteerd bij de nieuwbouwplannen. En die wordt ook in alle maten en afmetingen in de originele staat wordt die toegepast. Hoe is Lambert Melk op de molen terechtgekomen? Ik was 4 jaar dat we verhuisden van de Willemstraat naar het Joodschap. En mijn eerste herinnering, er was zo'n arkertje, was er, en er lag een plank overheen, over het water, als afscheiding tussen de grote en de kleine palkhaven. Er zat een bakker, die zat aan de grote kant, zat hij te vissen. En ja, Lambert was natuurlijk nieuwsgierig. En die wilde even bij die man kijken. Maar het resultaat was, Lambert die stapte mis in de plompert. Nou, dat was mijn eerste ervaring. Ja, dan ben je 4 jaar. Je groeit bij zo'n molen, groei je op. Ik had 2 broers, waren ouder dan ik. Dus, als er iets was, dan was vader alleen op de molen. En dan is een jongetje van 1 jaar of 10, dat is een handzaam hulpje. Want het eerste wat vader altijd tegen mij zei, Lambert, ga eens even in het kort kijken. Het kort, dat is zeg maar zeggen, gangetje waar de raamzagen, zeg maar zeggen, in op en neer gaan. Maar die zaagsel, ja, die blijft liggen. En als dat lang duurt, dan zou je de boel aan rokken kunnen draaien. Dat er geen ruimte is voor de zaagsel die door het zagen vrijkomt. Dus het eerste werk was altijd met een schep zaagsel ruimen. Ja, wanneer ben jij geboren? 3 februari 1915. Waarom? In Arnhem. In Arnhem? Daar heb ik heel kort gewoond. En toen naar de Zaan? Toen naar de Zaan. En jij hebt ook bij een molen het Jonge Schaap gewerkt? Ja, heb ik toen geholpen. Een dag ook, dat was zo'n roet, moest er op een dag in zitten. 'S morgens om 7 uur werd het schuitje geladen en dan roeide je daarheen. En dan was de gewoonte dat hij met de middag, dat de roet erin zat, dat hij vast zat. Op zijn plaats. Met hoeveel mensen deden jullie dat? Ja, meestal 3, mannen 5, zoiets. En de molenaar, wie was de molenaar toen op Jonge Schaap? Dat was Melk. Oh, ja. Melk, en als hulp was daar Verdonk, Jaapie Verdonk. Die planken moesten ook uit de molen opgestapeld worden. Ja, moest ja. Je dat als kind ook wel doen met je broer? Nee, nee. Daar had hij nee. Knecht voor? Daar was die hulp voor. Oh, ja. Jaap Verdonk. Dat was dan weer de zogenaamde schavotschouwer. Ja. Wat ik wel deed en ook mocht doen, als een balk gezaagd was en hij werd dan uitgeschoten op het schavot gezet, dan werd hij gemorgen. Dus dan was het bijvoorbeeld A1 en A2. Dat ieder deel die van de balk afkwam, die had dan een letter en een nummer. Hoe werd de roede aangevoerd? Ja, die was op een dekschuit aangevoerd. Ja. Dat was geen nieuwe, hè? Nee, ik denk dat deze roet uit... Maar goed herinneren komt die roet uit de Kinderdijk vandaan. Het was een tweedehands roet, kant en klaar. Ja. Want ik kan me niet herinneren dat de onderdelen gemaakt zijn. Ja, wel de wiggen en zo, die waren wel vernieuwd en enzovoorts. En de wortels en de kikkertjes. Maar de roet en de hekkens en de borden, dat was allemaal meegeleverd. Dat was in 1930 dat jullie hem ingehezen hebben? Ja, ongeveer 1930, ja. Kan u zich nog goed herinneren die dag? Zeg, 's morgens om 6:30 van het papenpad met bootje. Goed, goed herinneren. Praten over 75 jaar terug. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik daar met een andere, iemand van de werkplaats, naartoe geroeid ben. Want je moest met z'n tweeën roeien met dat ding. Papenpad de sluis door. En zo naar
het jonge schaap. Maar als er wind was, moest er altijd gemalen worden. Dan moest het, en de zagen, slijpen en zo, deed uw vader dat? Ja, ja. En dan gebeurde het wel, een heel enkele keer is dat er een spijker afgebroken wordt van het vlot. En dan zagen ze niet op die spijker. Als er dan nog een heel klein stukje te zagen was, dan werd die eventjes gauw een beetje aangepunt. Dus dan moest er een nieuwe zaag moest erin. Dan liet vader die zaag zakken en dan was ik in het kot. En dan had je twee van die ronde ijzeren staafjes, die paste in die zaag. En dan had je een ijzeren wig, die kon je dan op een spanraam aanslaan. En er werd er altijd gesproken van een beetje om de pet of een beetje om de bord. Dat is taal die de ander niet begrijpt. Maar wij kijken uit huis vandaan, kijken we naar Molen de Pit. Dus als dat de zaag een klein beetje draaien moest in de richting, dan beetje naar de pit. En in een ander geval een beetje om de bord. Thank you.
En als jullie boterham aten, was dat bij de familie Melk binnen of ging dat... Was in de hut, was dat. In de hut. Ja. En daar zat de melk, zat er in Jaapie Verdonk. Ja, daar zat het hele spul. Ja. En dat was best wel gezellig. Er werd een borrel geschonken. Ja, nou, als de roet erin zat, werd er, hoorde er een borrel bij. Wie kwam met de borrel? De molen? Nou, ik denk dat melk met de borrel gekomen melk is. Melk met de borrel, ja. U kreeg uw zakgeld? Ik? Ja? Nee. Dat was de regel. Van iedere gulden die je verdiende, kreeg je een dubbeltje. Dus dat ik begon te werken, verdiende ik 5 gulden. Ik kreeg 2 kwartjes zakgeld. Ja, dan kom je in de periode dat moeder overleed. En toen werd er een zuster, die werd het huishouden belast. En die was op dat gebied nogal streng. Want als je zaterdags je loon had gehad, dan kreeg je 2 kwartjes. Maar als je nou die 2 kwartjes opgemaakt had, en het was bijvoorbeeld woensdag of donderdagochtend, en je vroeg dan aan iets of ze een dubbeltje had, dan werd er gezegd, je hebt je zakgeld gehad, afgelopen. Je krijgt geen dubbeltje. Maar u hebt ook waarschijnlijk nog wel heel veel molens intact gezien in de zaal. Ja, wel, ik weet ook nog van, we hadden ook de molen De Kwak in onderhoud bij Boerendans. Daar ben ik ook nog wel eens geweest. Heb ik ook nog wel eens geholpen met het inzetten van nieuwe kammen en zo. Ja, want in uw tijd, dat dit jonge schaap, had je ook nog die paltrukmolen De Pet. Die stond ook vlak bij de schaap. En die draaide in die tijd ook nog. Die draaide ook nog, ja. Waren er meer molens in de buurt die daar draaiden nog in die periode? Ja, je had ook Versaan onder Tweeling, hè. Ja, een Klaverblad. Een Klaverblad. Want de Wester de Veld in die tijd, waar het schaap stond, daar waren 1,5 balken vlot. Ja, en er waren allemaal houtfabrieken, allemaal stoom. Ja, want Pieter de Lange zat er ook. Ja, Van Wessum, Doesburg, de Lange, Aarten, de Breuwer. Daar zijn we allemaal bedrijvenwerk wel later als monteur mee geweest aan de stoommachine enzovoort. Ja. Dat de molen gesloopt werd in de Tweede Wereldoorlog, vond u dat erg? Ja. Ja, dat mag ik wel zeggen. Je was als kind zijnde, was je er helemaal opgegroeid. En als je dan ziet dat ze dat gaan slopen, dan vind je dat heel erg. Ja, echt hè. Want we hebben er altijd met plezier gewoond. En de hele molen, die was onbekend. Want je had natuurlijk de molenvloer en dan had je stellingzolder en dan had je de krukkenzolder en dan had je de kap. In die kap, er hing een trapje. Want het gebeurde wel dat je eventjes de as smeren moest. Dan kon je bij het trapje, kon je bij de kop van de as komen en dan kon je een beetje reuzel kon je er tussen smeren. Want dat was het smeermiddel toen de tijd. Moeten we daar Willeborg in de Westzee een paar pond reuzel halen en daar werden molenassen meegevraagd. En dan gebeurde het wel, als je de hele dag veel wind had gehad, ja, dan wordt zo'n as, die wordt toch warm. En dan gebeurde het wel dat vader zei, Lambert, ga eens even voelen of de as nog warm is. Ja, wij hebben hier wat boeken uit het archief van Boerendans voor ons liggen. En jij hebt dus daar ook gewerkt. En nou, wat een paar opvallende zaken zijn in dit boek. A, dat je dus je eigen loon weer terug ziet uit de jaren. We zien dus 1929 ergens staan hier vlak vooraan. En dan zie je een cijfer wat haast niet meer te geloven is. Van een, nou vertel het zelf maar. Ja, wat staat er dus daar al? Naar 52 in de week. Voor 48 uur werk. Nou, moet je eens nagaan. 48 uur als je het dus even gaat... 5 centen per uur. Juist, 5 centen per uur, dat is niet meer te voor te stellen. Dat is niet verder, nee. Je krijgt later wat opslag. Ja. En dat wordt dan?
Nou, het is geloof ik naar totaal naar 4 gulden gegaan, 4,75 in die geest. Dat was je hoogtij? Een paar jaar, ja. Ja, ja. Het is toch een hele belevenis, omdat nu de molen wordt herbouwd. Ja. En mogelijk dat u met 1,5 jaar weer de nieuwe route in ziet. Ik hoop dat ik wel nog kijken kan, ja. Dat hij weer draaien gaat. En nu de nieuwe molen, hij wordt weer gebouwd, hè? Het is, we zijn er klaar voor de nieuwe jongenschaap te bouwen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik geweldig. Ja, ik ben blij dat ik op mijn leeftijd dat nog mag beleven, laat ik het zo maar uitdrukken. Ik kan er niet bij aanwezig zijn, want lopen dat gaat niet meer, kan het niet. Maar ik vind het geweldig dat die herbouwd wordt.